Ek het gedink ek jy moet nou maar die leidende rol speel want jy is mos nou die kundige. Ek het gedink as ons so half met 'n makroperspektief begin en dan terugkom na 'n mikroperspektief toe sodat ons bietjie gesels oor hoe lyk die dinge in die land dan Wes-Kaap en dan uiteindelik die dorp omdat jy dan nou ook hier 'n belang het. Goed, ja, ok, ek is professor Erwin Schwella, ek is verbonde aan die School vir Sociale Innovatie by Huguenot College, nadat ek baie jare by die Stellenbosch Universiteit betrokke was by die School vir Publieke Leierskap. Ek het 'n baie sterk belangstelling in die Suid-Afrikaanse regeerkunde, en regeerkunde bestaan uit die aard van die saak oor 'n politieke dimensie, of uit 'n politieke dimensie, gekoppel aan 'n uitvoerende dimensie en ook gekoppel aan 'n administratiewe dimensie. Die politieke deel van die vergelyking is spesifiek betrokke by die bepaling van mense se voorkeure en in 'n demokratiese regstaat deur gebruik te maak van instellings soos verkiesings, debatte, uiteindelik kandidate, mense wat hulle self beskikbaar stel om verkies te word vir die wetgewende instellings. In die geval van 'n plaaslike owerheid is dit dan die stads- of dorpsraad. En dit is ons verteenwoordigers. Hulle word uiteindelik as ons verteenwoordigers verkies op 'n demokratiese wyse om vir ons 'n stem in die betrokke regeringinstelling te gee. En dit is by plaaslike owerhede dan die stadsraad of die munisipale raad, en die verkose verteenwoordigers, wat politici is, is tydelike ampsbekleers binnen die stelsel. Terselfdertyd is daar dan ook binnen die stelsel 'n uitvoerende gedeelte, en dit word dikwels dan verteenwoordig deur 'n uitvoerende komitee, 'n burgemeesterskomitee, of in sommige gevalle is dit dan ook 'n soort van 'n saamgestelde komitee waar hierdie mense besluit wat in die raad besluit is, moet nou uitgevoer word en hulle moet dan daai prioriteite bepaal en dit dan deurgee aan die amptenare wat die administrasie is. En die amptenare is vir die grootste gedeelte permanente amptenare, dis professionele mense wat die raad se beleid wat deur die uitvoerende gedeelte van die raad aan hulle oorgedra word en waaroor hulle aanspreeklik of waarvoor hulle aanspreeklik gehou sal word, hulle moet dit dan implementeer met verskillende administratiewe, tegniese, finansiële programme. So dit is die idee dat enige munisipale raad, soos die provinsiale sisteme ook in Suid-Afrika en die nasionale politieke sisteem, het twee dinge waarby hulle betrokke is. Daar is 'n stel burgerlike oorwegings, dit gaan oor deelname, oor betrokkenheid van die kiesers, om almal op een of ander manier 'n stem te gee in die stelsel, daarmee ook saam dat jy kan oorsig rolle vervul en aanspreeklikheid verseker. Dit is burgerlike oorwegings. Maar daar is ook nuttigheidsoorwegings, want daar moet dienste gelewer word. Nou, dit beteken dan dat die diensleweringsaspek is besonder belangrik, want dis sekerlik goed en wel dat ons inspraak het, verkiesings kan hou en kan bepaal wie ons verteenwoordig, maar as daar nie enige nut daarvoor is nie, dan is dit eintlik 'n vertiele oefening. So ons doen die goed aan die burgerlike kant om seker te maak dat daar uiteindelik ook effektiewe en doeltreffende dienslewering sal wees. Effektiewe dienslewering is dienslewering wat die doelwit bereik, dit wil sê wat die paaie heel hou, wat die rioolstelsels en die energiestelsels in stand hou, wat die gesondheidsstelsels beskikbaar maak, die doelwitte word bereik. Die doeltreffendheidsdimensie het te maak met mors ons of steel ons hulpbronne in die proses en is ons daarmee eintlik ondoeltreffend. In Afrikaans is dit nogal moeilik, in Engels werk dit eintlik beter, want dan praat ons van effectiveness aan die een kant, wat dan
uiteindelijk doelwitbereiking is en effectiviteit is, en efficiency in Engels wordt doeltreffendheid. Dat is een beetje verwarrend, omdat doeltreffendheid eindelijk ook die implicatie kan hebben, ons het die doel getref. Maar ons het nou niet een goede directe vertaling. Dus moet ons werkzaamheden effectief en doeltreffend wees, in Engels effective and efficient. Ons moet diensten leveren wat die economie, die gemeenschap en uiteindelijk ook die burgerse gevoel van welwees bevorder. En dus welvaart en geleenthede skep vir die burgers. So dis die stelsel. Nou betekent dit in een democratische rechtsstaat dat ons elke 5 jaar, meestal is dit die patroon, het ons verkiesings. Om die groep mensen wat dan uiteindelijk finale verantwoordelijkheid teenoor die publiek gaan aanvaar, in termen van openbare verantwoordingdoening en zelfs politieke en andere vormen van rechtsaansprekelijkheid, om effectieve en doeltreffende regering in te stellen, waarmee die beleide gemaakt wordt, waar dan geïmplementeerd moet worden in dienstlevering, en die administratie, dit wil zeggen die municipale bestuurder, en die hele groep ambtenaren, wat ingenieurs, medische personeel, administratieve personeel, financiële personeel en ook veiligheidspersoneel, ontwikkelingspersoneel insluit. So, dit is een hele stelsel wat moet voor en toe gaan. So, dit is van wezenlijke belang dat die stelsel door goede leiders bedien wordt. En die keuze van bedien is opzettelijk of doelbewus eigenlijk. Doelbewus is een beter term. Want dit moet dienstleierskap wees. Dit moet mense wees wat verkieslik hierdie werk doen, omdat hulle daarop ingestel is om behoorlijke dienste te lever, waarvoor hulle aansprekelijkheid en verantwoordelijkheid teenoor die publiek aanvaar, wat hulle verkies het om die posities in te neem, of wat uiteindelijk hulle salarisse betaal om hierdie werk te doen. In Suid-Afrika het ons echter baie kwesties in ons context. Suid-Afrika is een ontwikkelende democratie. Ons het een uitstekende grondwet, ons het baie sterk beleidsaspiraties, maar ons is ook een baie diverse samenleving. Ons is een samenleving met groot achterstanden. Ons is een samenleving met een geschiedenis van, kom ons sê, verwaarlozing als gevolg van die apartheidsregeringsstelsel wat ons gehad het in die verlede, en als gevolg van so ongeveer 15 jaar nou van die lopende rampspoedige regering zelfs in een democratische bestel. So die combinatie van die verlede van apartheid, wat verseker sekere achterstanden geskep het, waarvan daar nog vele in stand is. Tweedens, die 15 jaar na democratie van rampspoedige regering, en waar daar dan eindelijk diverse samenleving is en mense verskillende behoeftes en belange het, maak Suid-Afrika een baie complexe samenleving om te regeren. En dit speelt dan ook uit in ons politieke processen. Dit blijkt bijvoorbeeld dat een groot hoeveelheid Suid-Afrikaners stem niet noodwendig voor een partij of tegen een partij op grond van die effectieve en doeltreffende dienstlevering, die effectieve en doeltreffende beleidsbepaling en die effectieve en doeltreffende beleidsimplementering nie, maar op grond van bepaalde loyaliteiten wat eindelijk meer toepasselijk is in traditionele samenlevings, waar het baie gaan oor die primaire verbindingen van waar je komt en waar natuurlijk jou pad is, is niet zo belangrijk. So, dit is ons dilemma. Ons is een ontwikkelende democratie. Een democratie wat eindelijk nog op een manier volwassen aan die woord is, en in een proces van deurlopende leer probeer om beter te doen oor tyd. Ongelukkig is daar aanduidings dat vooral in die laatste, misschien is daar nou weer aanduidings dat dinge kan beginnen beter gaan, maar tot so 2-3 jaar gelede was ons geteister, is eindelijk die woord, deur wat ek die onheilige drie eenheid noem. Armoede, ongelijkheid en werkloosheid en daartoe bijgevoegd ook
uit de diagnose van ons nationale ontwikkelingsplan. So, dit is nie ek wat so sê nie, dit is ons nationale ontwikkelingsplan, wat wel is waarop die oomblik stof staan en vergader op die rakke, want het word nie ernstig opgeneem nie, maar het daar nog, by hierdie onheilige drie eenheid, nog drie verdere onheilighede bygevoeg geraak, en as jy na die diagnostiese verslag gaan kyk, dan sê hulle in soveel woorde, die vierde probleem is korrupsie, die vijfde probleem is falende instellings, met ander woorde instellings wat doodgewoon net nie werk nie, of al hoe swakker werk, en die sesde onheiligheid is swak leierskap. Nou met die context, in een hoogverdeelde samenleving, waar daar toenemend dan aanleidings is, dat as gevolg van een klomp krisisse, onder andere COVID, maar nie net COVID nie, hierdie anders ses dinge, werkloosheid, armoede, ongelijkheid, korrupsie, swak leierskap en falende instellings, is daar minder om te gee. En nou word ons dilemma, hoe minder daar is om te gee, omdat ons nie, ons skep nie welvaart nie, ons skep nie waarde nie, ons vernietig welvaart en waarde, omdat ons swak regeer, swak bestuur, korrupsie het. Dan kry jy dat die vermoë wat gerig moet wees om goed te verbeter, verswak as gevolg van werklike skaarsheid. En dat is ons volgende dilemma, as jy daai skaarsheids ingesteldheid kry, in een baie diverse samenleving, waar daar verskillende groepe is wat hulle belange nie ooreenstemmend identificeer nie, dan kan jy baie maklik een soort ingesteldheid kry by die mense en die groepe wat werk met die aanname, dis is zero som spel hierdie. So as ek iets moet kry, terwyl daar nie iets niets is om te kry of iets anders is om te kry as wat jy het nie, dan moet ek het noodwendig by jou kry. En andersom, alles wat ek verloor, gaan jy wen. En alles wat jy wen, gaan ek verloor. En die dynamika noem ons die dynamika van die zero-som-spel konflik. Dit beteken eintlik, dis 'n afwaartse spiraal. Dit beteken ons allemaal werk met die persepsie dat ons moet nou vat wat ons kan kry voordat dit opraak. En as ons dit vat, is daar nie iewers waar ons dit vandaan kan gaan haal, wat daar een pool beskikbaar is, wat nie aan iemand anders behoort nie. Ons, wat ons nou moet vat, so gauw as wat ons dit kan kry, terwyl dit nog beskikbaar is, is beskikbaar by iemand anders. Daar word nie meer gemaak nie. Die spreekwoordelike koek word nie groter nie, die koek word kleiner. En ons moet eintlik 'n groter geveg opsit om van die kleiner koek ons gedeelte te kry. En by noodwendige implikasie gaan die ander mense wat om die tafel sit minder van die koek kan kry. En dan kry jy 'n soort van 'n konflik onder toestande van toenemende skaarsheid. Nou dis die stel omstandighede min of meer waaronder hierdie verkiesing plaasvind. So ons begin met die onheilige drie eenheid, wat die resultaat is van die apartheidstelsel, en laat ons mekaar nie daaroor mislei nie, dit het ernstige ontwikkelingsgebreke in ons samenleving gelaat. Dis nie vreemd dat dit 'n misdaad teen die mense onverklaar is. Tweedens het ons toegegaan en dit nie beter gemaakt nie, ons het toegegaan en gesê, ons gaan nou probeer regeer op 'n ideologiese wyse, wat die waarde skep nie, maar waarde net wil verdeel. En daai ideologie het ons daar naartoe gelei dat ons uiteindelik nog drie probleme verder gekry het. Die probleem van korrupsie en wat wanadministrasie, die probleem van falende instellings en swak leierskap. Nou sit ons daarmee en nou het ons ook 'n baie diverse samelewing waar mense hulle belange identifiseer in terme van hulle primêre affiliasies. Om wat 'n groep behoort jy, wie is die mense met wie jy assosieer? En daai diverse samelewing is nou onder omstandighede waar ons as gevolg van die nou onheilige ses faktore toenemende skaarsheid het. En by implikasie het ons nou 'n situasie dat ons beklei
meer en meer, verminder en minder. En dit is een ernstige situatie waarmee ons geconfronteerd wordt. Goed, dit nou daar gelaat. Bij die plaaslike owerheidsverkiesings van vandaag, die mededinging is groot, maar een van die gevolgen van wat gebeur het, waaroor ek nou net gepraat het, is dat mense het verskillende benaderings. Hulle word of meer agressief en veg harder, of hulle word eintlik apathies en onttrek. En of hulle sê uiteindelik, ek gaan maar doen wat ek kan doen, en ek gaan maar hoop dat het gaan beter gaan. Nou wat ons sien is dat die vlakke van apathie, op grond van die hoeveelheid kiesers, wat uiteindelijk aangemeld het en geregistreer het, en dan moet ons maar ook kyk die opkomst van die kiesers, dat er toenemend aanleidings is dat daar een groter wordende groep mense is wat sê, ons voer nou nie die geveg meer nie, ons kan nergens in vlug nie, ons gaan nou maar op een manier maak of ons nie meer bestaan nie, ons gaan nie meer een bijdrage maak. Dit is nie goed vir demokrasie nie, dit mag goed wees dat dit op een of andere manier vir bepaalde politieke partij voordele gee, en die wegblijstem in Suid-Afrika gaan waarschijnlijk die ANC die grootste benadeel, en vir sommige mense mag dit wonderlike nuus wees, maar vir die grote stelsel is dit nie goeie nuus. Want mense moet deelneem, anders het ons nie een goeie refleksie van wie moet wat kry wanneer. So daar is groter apathie, ons kry minder deelname, dit het dan later effect op die legitimiteit van die stelsel, mense sê ons vertrou nie, die stelsel nie, want verteenwoordig vir ons. En dit skep verdere probleme. In Suid-Afrika het ons ongelukkig gebruik, dat as jy in daai situasie is, dan gaan jy baie makkelijk oor van apathie na agressie. En dan plaas daarvan om by die verkiesing die mense uit te stem van wie jy nie hou nie, gaan brand jy die bibliotheek af, of die kliniek af. Want ons het nog een onvolwassen demokrasie. Goed, so, as ons dan gaan kyk na die tendense vandag, dan kan ons verwag dat die twee groter partye, daar is eintlik drie partye wat een relatief groot aanhang het, twee is min of meer nationale partye, wat nou ook op plaaslike owerheidsvlak meeding. Een is een baie meer streekspartij, wat op plaaslike owerheidsvlak ook nou deelneem, en dit is natuurlijk nou die ANC, die DA en die IFP. En dan is daar een groot aantal kleiner partijen en een interessante verdere tendense opkomende groep mense wat sê, vir partijpolitiek op plaaslike vlak is ons nou propers moeg. So een groot klomp onafhankelijke kandidaten wat begin sê, ons bevraagteken die partijpolitieke bijdrage tot die regeerstelsel, want plaaslike overheid gaan oor goeie water, goeie drinkwater, gaan oor goeie sanitasie, dit gaan oor vullisverwydering, gaan oor goeie dienste op plaaslike vlak. Hoekom moet ons hier dit vir party politiseer? Dit is altyd politiek in regering. Nou, ek vermoed, ek is nie so seker oor die EFP nie, as gevolg van die ANC'se probleme in KwaZulu-Natal, mag hulle steen optel, maar die twee ander partijen, die ANC en die DA, gaan onder hierdie omstandighede waarschijnlijk steen verloor. Albei. Die vraag is nou maar net, hoeveel steen? Nou, ons kan nou een lang gesprek hê oor die nationale ontleding, maar kom ons bring dit een bykie af, vir ons doeleindes na die Weskaap toe. My aanvoeling is dat die DA gaan nie steen na die ANC verloor hier nie. Die ANC en die Weskaap is min of meer, denk ek, passei. Vir nou. Maar sal steen verloor aan een klomp van die kleiner partije. En die implikatie is dat, as jy nou gaan kyk, sê nou maar, kom ons begin met die stad Kaapstad, die metro regering, wat in die vorige verkiesing ongeveer 65% steen vir die DA gegee, dan denk ek, kom hulle af met so ongeveer van 65 na 55, wat beteken hulle hou na my mening net nog dalk een meerderheid, die DA, maar een verswakte meerderheid, hulle mag onder die 50 kom, dis nie so waarschijnlijk nie, maar dan sal hulle een relatief makkelike koalisie met van die kleiner partije, en in die geval, denk ek, gaan hulle steen verloor, dit is die DA, nie aan die ANC nie, maar aan die Vryheidsfront, en dan kan daar
een vorm van een coalitie komt. Dit gee ook dan een relatieve stabiele regering nog verder in die stad Kaapstad. In die meer landelijke gebieden, die groter landelijke gebieden, plekken zoals Drakenstein, plekken zoals Stellenbosch, denk ik, is die tendens min of meer vergelijkbaar. In die kleiner landelijke gebieden, denk ik, mag een mens vinden dat het een beetje moeilijker gaan, omdat die DA daar in bepaalde plekken al reeds nader aan die 50% was, onze coalitievorming gehad. Daar is ook groter, een groter opkomst van, wat ons doodgewoon maar van elkaar kan sê, breinationalisme in die Weskaap. En mens moet kyk hoe speel daai steen uit in termen van Good en die Patriotic Alliance, die Patriotische Alliantie, wat probeer om daai stem op te tel, een kleine klomp ander kleiner partijen. Ek, voorspellings is moeilijk vooral oor die toekomst, nee. Dis het een bietjie van een ironie. Maar ek aanvaar dat die DA en een bepaalde klompie coalities relatief nog stabiel in die Weskaap kan regeer. En as ons dan ook bring na Mosselbaai toe en George toe, dan is het ook so effense nuance verskil. George het oor die jare een klomp in Oudtshoorn, as ons nou praat van die Suidkaap, die Suidweskaap, die tuinroute area, George en Oudtshoorn het minder stabiliteit gehad, Mosselbaai op verskillende maniere het groter stabiliteit gehad. En ek vermoed is dat Mosselbaai relatief veilig is as een DA-setel, George miskien net of net nie, en dan Oudtshoorn is relatief onstabiel. En nou, ons kan nou ook praat oor Kanaland en al die soort van plekke waar ons weer daar eindelijk al oor. En dan natuurlijk die Witsenberg Brede Vallei omgeving is weer een ander situasie. Dit is een bietjie moeilik om alles nou in die pakkie te verpak. So kom ons kyk maar vir die oomblik na die Suidkaap. Dan denk ek Mosselbaai, Essequa is een interessante voorbeeld. In die sin dat Essequa was wat in Engels genoemd word een hangkansel, nee, en die machtsbalans is gehou deur 'n bruin onderburgemeester van die Vryheidsfront. Maar Essequa was een uitstekend bestuurde munisipaliteit met een uitstekende munisipale bestuurder. Mosselbaai het minder geluk gehad met munisipale bestuurders, ek wil nou nie op details daar ingaan, nee. Maar dat was een redelijke stabiele groep politici wat ook goeie werk gedoen het. George het sy probleme gehad met groot beweringe van corruptie en Oudtshoorn op een of andere manier die hele tyd so spanning wat eindelijk die Suid-Afrikaanse realiteite op die platteland uitspeel en waar die lyne loop tussen etnische groeperinge en belange en daar is die hele tyd een positionering en een herpositionering. Mosselbaai dan specifiek, waar ek nou belang het, een paar ongelukkige situaties, onder andere met een reeks van municipale bestuurders, wat op een of andere wijze goeie werk gedoen het, maar dan was daar kwesties. En ek wil ook op veel detail op die kwesties aangaan. En Mosselbaai eintlik relatief politiek stabiel, met hier en daar wat ons statistiekse termen sou genoem het een uitskieter. Die onlangse twee kwesties op die municipale bestuurskant is die diensverlating van die mees onlangse municipale bestuurder en dan nou die eindelijk tamelijk hartseer verloop van die saak rondom die burgemeester wat bedank het en binnen die DA speel daar dan hier een soort van een ongemakkelijke, interpersoonlijke, wat uiteindelijk altijd vir politisering, politieke omstandighede, situasie uit. En dit is bitter jammer, want ek ken al die rolspelers, daar is eindelijk net goeie mense, wat op een of ander manier in een stel gebeure betrek is, wat een dilemma geskep. En laat ek miskien sê, as ek dit bekyk en ontleed, dan sê ek, dit is interessant dat konsekwent is die DA beter om die dorpe of stede wat hulle regeer te regeer, as wat hulle is om hulle eie partij te regeer.
op een of andere wijze zou mens dink, dat is eigenlijk niet één partij wat zwakker daar doen, en dis die ANC, want hulle kan nie dorpe en stede regeer nie, hulle kan ook nie hulle eie partij regeer. Nou, hulle het twee probleme. Die DA kry het op een manier toch recht om dorpe en stede redelijk goed te regeer, maar die partijbestuur is ongelukkig gewoonlik ongemakkelijk. Nou, vraag mens wat is die rede? Misschien is het juist omdat die DA een speelbeeld is van die Suid-Afrikaanse samenleving, meer so as, sê nou maar, die Vryheidsfront of die ANC, wat die DA verteenwoordig, ondanks die feit dat daar spanninge is, of juist is die spanninge dalk die gevolg van die verteenwoordiging, die meest diverse partij in die land. So, die spanninge wat ons aanvoel binnen die samenstelling van die landse bevolking, speel ook uit in die DA. So, dis die moeilijkste partij om te regeer, is makkelijker om die dorp te regeer as jy eers 'n DA meerderheid het. Want daar speel al die goed ook weer uit wie krijg wat, waar en hoekom, en daar is altijd die vermoede dat daar een of ander groep is wat mag probeer neem van die ander, en hulle is daar, hulle ding mee binnen die DA soos hulle binnen die samenleving. En die ander partij is relatief gevrywaar daarvan, want hulle is relatief etnisch of ras saamgestel. Maak het eindelijk een bykie makkeliker. EFP het een paar mense betrokke wat selfs nie eers Zulus is. Nee? Die ANC het een groter etnische verteenwoordiging van swart groeperinge in Suid-Afrika, maar hulle verteenwoordiging by ander groeperinge in Suid-Afrika het eintlik getaan. Is byna nie daar. Die DA het daai dilemma. Dis dalk wat verklaar hoekom dit moeilik is om die DA se caucus en die DA se raad in watter dorp of stad ook al te bestuur, want daar sien jy eintlik die mikrokosmos van die spanninge van die Suid-Afrikaanse samelewing. En dit het nou in die DA ook uitgespeel. En daar is daar baie deernis en empathiese soort van persoonlike situasies. Daar is generationele situasies. Mense raak ouer. En in termen van effectiviteit en doeltreffendheid het hulle, ondanks uitstekende geskiedenis, het hulle dalk net nie meer die technologische onder andere vermoë om het goed om te gaan. En dan het jy ook daai dinamika van die ouer mense wat in 'n sekere sin moet gaan en het soms moeilik vind om te gaan. Daai soort situasies moet jy met baie groot empathie hanteer. En binnen die DA gebeur dit nie altyd nie. Nog een rede hoekom ek dink dit binnen die DA problematies is soms, is omdat die DA een partij is wat een stel waardes het, waarmee hulle ook sukkel van tyd tot tyd, om samenbindende waardes te vind, maar hulle het dit nou gestel en hulle hou daarby. Maar hulle procesbenadering is een wat baie regstechnisch suiwer is. So as jy een probleem veroorsaak, gaan jy op een bepaalde manier aangekla word, en vir geen persoon wat uiteindelik daardie soort aanklagte binnen die partij in die gezicht staar, is het makkelijk. Maar hulle is redelijk consequent daarover. So, hulle verskoon jou nie, omdat jy nou op een stadium goed was. As jy nou nie goed gedoen het, jy gaan jou gewoonlik aanvat, ook in al die gevallen. En dan laastens, miskien oor die DA, ondanks die feit dat hulle dit sal ontken, en ondanks die feit dat hulle nie naaste by dieselfde element van kaderontplooiing as die ANC het nie, manipuleer hulle ook hulle kandidatenlyste. Hulle het 'n stelsel wat oënskynlik en ook bewustelik aangebied word, as dat jy jouself beskikbaar stel, jy gaan deur 'n konkeringsprosesse, en dan moet jy ook tydens die proses ook werk vir die party, en dit is eintlik suiwer aanduidings van hoe 'n party behoort te werk. En dan verwerf jy op grond daarvan op een relatief objektieve gemete skaal een posisie op die lys. En dan is daar een groep mense wat aan die achterkant, dit is baie duidelik dat dit bijvoorbeeld in die stad Kaapstad gebeur. Ek is bereid om het regtig te sê, want ek het getuienis daarvoor. En ek kan maar met my daaroor kom gesels as hulle. Dan manipuleer hulle die lys in termen van wie plekke hoor op die professionele lys kry, of wie makkelike setels kry binnen die kiesafdelingstelsel. Nou,
Mense is doodgewoon intelligent genoeg om het raak te sien. En dit skep dan ook vir hulle een probleem. Dus is dit een interessante stelsel hierdie, met een klomp dynamica en interactieve processen. En misschien een laatste punt. In al die processen is daar een sociale dynamica, een sociodynamica, wat ons noem opkomende verschijnsels. Je begint met een bepaalde stel uitgangspunten, je hebt een stel systemische elementen, en jij ontwerp hulle en bestuur hulle op een bepaalde manier, maar in die dynamische interactie van die menselijke, die economische, die politieke, die sociale en die technologische, vind daar een dynamische proces plaats, waar daar een stel ontwikkelende, opkomende, die dynamische verschijnsels kom, wat jij niet noodwendig kon voorzien het, in die proces gaan gebeuren. Dis die verschijnsel van emergence. In sociologie praat ons van emergence. Het is dingen wat net doodgewoon uit die systeemse werking. As dit nou in een mechanische stelsel zou probeer analoog verklaar, dan sal ons sê, wel, jy het nou die machine en jy die ratkas en jy die koppelaar en jy die versneller, maar nou het jy olie daar aangesit en die olie moet die smering doen, maar in die tussentijd skaaf die materiaal nog op mekaar en die eistergedeeltes wat toch nog, ondanks, die begin later die machine als het ware blokkeer, en dit is een opkomende verskynsel. Jy het dit nie voorsien nie, maar daar is het nou. Op dieselfde manier, net baie meer kompleks, is daar een menselijke, en vooral menselijke systeme wat met belangen werk, eerder as net beginsels, is daar sulke opkomende veranderings, en jy dink nog, jy het hierdie goed functionerende stelsel, en dan skielik kom hierdie opkomende veranderlikes wat jy nie kon voorsien het nie, en als onbedoelde gevolgen, en dan draai je machine vast. Prof, baie dankie. Ek dink jy het nou my gedagtes gelees, meeste van my vraag lekker saamgevat. Ek is baie blij ons kon oor die gesprek hê. Ek dink dit is 'n baie realistische prentjie van wat ons in die gesig staar. Baie, baie dankie vir jou tyd, en dankie vir jou betrokkenheid in ons dorp ook, en ons gesels dan weer. Goed gaan. Goed gaan, ja. Goed gaan, mooie dag.